Ja, natuurlijk, hier binnen en buiten is het een beetje frisser, maar we gaan overgaan naar buiten, want we hebben wel een beetje volk daar buiten. En Dylan, ik dacht dat je de box had bijgeregeld, blijkbaar heb je werk niet goed gedaan, hè? Ja, hij heeft het vergeten blijkbaar. Hij heeft vergeten, godverdorie, uit zijn bloot Ja, gehad. dat is niet mooi natuurlijk. Dat Nee, is niet inderdaad, mooi. ja, het is binnen inderdaad veel beter dan buiten, veronderstel ik. Maar kijk, we hebben de kerstsfeer een klein beetje naar buiten getrokken en we hebben eigenlijk, beter weer hebben we niet gevonden, dus vandaar maar. Maar het moet koud zijn, denk ik maar, hè, Axel, zo rond deze tijd van het jaar, want dat brengt sfeer, hè. Ik vind dat ook. Trouwens, goedenavond eigenlijk. Goedenavond eigenlijk, ja. Aan de luisteraars en de mensen hier op de kerstmarkt. Ik vind dat ook. Bij een kerstmarkt hoort koud weer. Ja, hè. Ja, en een lekkere gloeiwijn erbij en zo voilà. Van die toestanden. Dan, ja. Dan hebben we dicht bij elkaar kruipen. Voilà, voilà, voilà. We hebben dan een goede reden om een gloeiwijntje te drinken met dat zulke is, temperaturen. Dat is. Zeg, Axel, we staan bij de uitgang van 2018. Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? 2018 was voor mij een heel boeiend jaar eigenlijk. In het voorjaar heb ik een duet uitgebracht met Jennifer Berton, mm-hmm. zoals jullie weten. De dingen van het leven. Ik heb daarvoor beide teksten geschreven. Dat was dus Nederlands-Frans. Ja. We hebben daar toch een redelijke hit mee gehad. We hebben daar enkele weken mee in de Vlaamse Ultratop gestaan. Onze clip is enorm veel gedraaid geweest op diverse muzikale zenders, moet ik zeggen. Ja. Dus ja... Dat heeft ons ook samen ook, wat contracten opgeleverd. En dat mm-hmm. was altijd leuk om dat samen met Jennifer te kunnen doen. Ja. Ik heb dan naar de zomer toe heb ik dan een cover uitgebracht van Avicii. Mm-hmm. Maak me wakker. Dat nummer heeft het ook tijdens de zomer. Het is op heel veel radiostations heel veel gedraaid geweest. Ja. En nu ben ik er met een eindejaarssingle. Maar ook qua optredens toe. Ik heb heel veel leuke podia mogen doen in het voorjaar tijdens de zomer. En ook... Nu, het najaar, september, oktober was heel, heel druk. En nu, december, heb ik al enkele leuke kerstshows mogen doen. Ja. Dus volgende week staat er nog een heus kerstconcert te wachten. Met live muzikanten en ook met Jennifer, met Corina, onder andere. Met NG Brothers, doet ook een muzikant van Wiltura mee. Dus het wordt nog wordt een druk einde. Ja, nog. Een druk einde, ja. Zeg Axel, is er een verschil, denk ik dan maar, ik kan het dan misschien wel best aan jou vragen, is er een verschil in het publiek tijdens de zomer of tijdens zo'n kerstshow? Reageert het publiek anders? Tijdens de zomer is het natuurlijk anders. Hè. Als het mooi weer is en je kan een optreden buiten doen, de mensen zijn losser, zijn vrijer. Ik bedoel, vooral tijdens de vakantieperiode dan, mensen hebben ook meer tijd. Ja. Het steekt allemaal niet op een uurtje, zou ik zeggen. En je voelt dat ook aan de mensen. Bij nu, maar ik vind het ook leuk, hè, die kerstperiode. Ja, ja. Iedereen is zo wat, misschien een beetje nerveus voor de inkopen te doen. Gaat allemaal alles op tijd klaar zijn en zo. Maar de sfeer rond kerstshows vind ik ook wel heel tof. Het is anders. Allee, het is anders, helemaal anders, maar anders, het is voor mij beide leuk. Ja, absoluut. Zeg Axel, die nieuwe single van jou, vertel eens wat meer daarover. Die nieuwe single van mij, dat is een... Ja, het is eigenlijk een Engelstalig zijsprongetje. Hè. Want mijn singles die ik de laatste jaren heb uitgebracht, waren allemaal Nederlandstalig. Ja, ja. Maar verleden jaar heb ik een album uitgebracht, omdat ik 25 jaar bezig was. En met de gepaste titel 25. En daar staan dan ook een paar Engelstalige nummers op. Mm-hmm. En de versie van het nummer wat nu uitgekomen is, vonden wij eigenlijk zo mooi. Ik heb dus een Engelstalige, een eigen versie van de wereldhit I Will Always Love You uitgebracht. Ik ben ook heel fier, ik heb ook de piano zelf ingespeeld en zo. We hebben er een heel intieme, maar heel mooie versie van gemaakt. Mm-hmm. En we hadden zoiets van, het is te mooi, die versie, om het gewoon op het album te laten. Laten we ons als single uit gaan trekken. En vooral nu naar de eindejaarsdagen toe. Zo, sfeervol, dus ja. Ja. Zeg, als we vooruitkijken, Axel, naar 2019, wat staat er op jouw agenda, zeg maar? Wat staat er op jouw verlanglijstje? Wel, er zijn plannen om in het voorjaar terug iets uit te gaan brengen met dan nieuw werk. Mm-hmm. Wat juist, daar zijn we nog niet helemaal aan uit, maar er zijn besprekingen bezig. En er staan al heel wat optredens gepland. Voorjaar al, najaar en de zomer mag nog een beetje... maar er gaan er zeker nog wat dingen bij komen. Absoluut. Het wordt dus weer een druk jaar, met andere woorden. Of je kijkt er naar uit, kijk er naar uit, absoluut. Ja. Want ik zit niet graag stil. Wie wel, natuurlijk. Wie wel. Stilzitten is niet echt goed, hè, natuurlijk. Nee, maar geef mij een podium, geef mij een publiek dat goed meedoet. En
Ja, dan ben ik heel tevreden man. Ja, ja. Ja, absoluut. Ja, die kerstdagen, Axel, ik hoorde je al praten. Het wordt nog een druk einde jaar voor jou. Maar is er ook een beetje tijd om kerst te vieren dan ook? Wel, er volgt nu nog een drukke week. Die ja. komt met wat repetities en zo. En wat voorbereidingen voor het kerstconcert. Mm-hmm. Maar dan, 23 december, dan ga ik een dagje of 10 naar Spanje. Oh, je gaat de warmte gaan opzoeken met andere woorden. Ja, ik ga de warmte gaan opzoeken. Ja, 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 ja. Dus waar ik nu naartoe, waar we naartoe gaan, ik hoorde vandaag dat het rond de 25 graden is. Dus oh, het zal een groot verschil zijn. Gelukszak eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, maar ja, je verdient het uiteindelijk ook. Na een jaar van hard werken, eventjes de batterijen opladen in het mooie en warme Spanje. Ja. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen, inderdaad. Goed, we gaan straks meteen ook luisteren naar die nieuwe single van jou. Okay. Ik zou willen afronden, Axel. Heb jij nog een boodschap voor onze luisteraars? Wil jij nog een kerstboodschap of een nieuwjaarsboodschap meegeven aan die luisteraar van Radio Meteor? Aan alle mensen van Radio Meteor, ik zou zeggen, geniet van de vele mooie muziek die Radio Meteor dagelijks in jullie huiskamer brengt. En ik wens iedereen natuurlijk een heel goede gezondheid. Niet te veel miserie. Genoeg werk, niet te veel zorgen. En ik zou zeggen, denk ook eens aan de mensen die met die eindejaarsdagen misschien alleen zitten. En zeggen dan misschien eens, hey, kom eens tot bij mij, een glaasje drinken of een hapje eten. Dat denk dat vele harten warm zal maken. Nodig is een eenzaam uit. Nodig moet een boodschap zijn natuurlijk. Hè. Maar dat hoeft niet eigenlijk altijd met de eindejaarsdagen. Dat mag eigenlijk gans het jaar door zijn. Ja, ja, maar, eigenlijk wel. Ja, maar die periode, kerstdag. Ja. Zo'n dag dat je eigenlijk niet alleen mag zitten, vind ik. Ja. Oké, zeg Axel, ik ga jou laten, want ik kan me voorstellen dat je nog eventjes wil genieten van een zaterdagavond. Of staat er nog wat optreden op het programma vanavond? Nee, er staat niks meer gepland. Er staat niks meer gepland vanavond. Ja. Oké, geniet ervan zou ik zeggen. En wij gaan genieten van die nieuwe single van jou. Oké. Bedankt om langs te komen en fijn einde jaar. Heel graag gedaan, dank je. If I should stay, I would only be in your way. So I go, but I know I will think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. And I
love.